Carnaval Biedetaarbreuk wordt mede mogelijk gemaakt door autobedrijf Schmeets Schummert en Soons Interieurbouw Schummert. Dames en heren, jongens en meisjes, hartelijk welkom bij Carnaval Biedetaarbreuk, aflevering 4. Het zonnetje schijnt heerlijk. Vandaag is de dag der dagen. Het is de optocht. Neef mij staat Voorschee. Althans, nog even een gee. Oud Voorschee, bijna, hè. Bijna oud Voorschee. Bijna oud Voorschee. Ja, ja. Wat kunnen we vandaag allemaal verwachten? Nou, we kunnen denk ik wel een hele, hele leuke optocht verwachten. Er zijn natuurlijk een paar wagens bij die alleen maar voor het geluid komen. Ook wel leuke uitbeeldingen. Maar ik denk dat we ook leuke groepen kregen dit jaar. Okay. Echt leuke eindselgangers, maar ook grotere groepen die zich op een heel leuke manier gaan presenteren. Ja. Nou, we hebben al een paar leuke wagens gezien, een paar leuke groepen gezien. Ik verwacht een prachtige optocht. Omroep Lutte is er opgesteld bij de kerk. Daar komen we zo meteen naar overschakelen. Ik wens je heel veel kiekplezier. Nou, we staan hier bij de groepen, een echte groep uit Schummert volgens mij. Hè? Wat gaat je goed beelden vandaag? Ja, Jamaica, hè? Bob Marley, dus... Ja. Dus hoofdzakelijk reggae en lekker gedrinken, hè? Ja, dat drinken vooral, joh. Okay. Is dat een naam? CV Los Banditos. Aha, en wat gaat Los Banditos, wat gaat je doen? Ja, we zijn eigenlijk piloten. En het ganse jaar vleveren over de hele wereld. Maar nu hebben we de DJ die hier op de wagen draait. En nu hebben we besloten met de vastlaaf op Limburgse bodem te blijven. Aha, dus je hoeft lekker hier in het Limburgse zweven? Ja, dat klopt. Oké, okay. Hey, veel succes. Dankjewel. Okay. Nou, dames en heren, er zit eindelijk een keer neer van mij. We hebben nog geen kans gehad om hem te spreken. Pins, Patrick de Gerste. Patrick, hoe bevult het seizoen tot nu toe? Heel erg goed. Het is echt het onvergetelijks. Wat ze ook zeker een keer met Will Smith maken. Hey, nu het wachtenpunt van de carnaval. Doe op toch, althans voor jou, voor Prins, is dat het wachtenpunt. Voor dich ook? Ja, dat is toch wel een hoogtepunt van de carnaval. Gisteren veel met de carnavals mis. Dat is dus Prins zijn er ook echt een chique moment om te mogen metmaken. Goed mannen, we zijn nog overal tegengekomen. Een Voorsje, vandaag weer in Schummert. Zeg maar iets gaar. Nee, zeg dat. Ik zie de tosjes liggen, hamburgers. Je zit flink in broeien. Ja, maar kijk als ik ganz eerlijk ben. Dit is een toespaasrijd, hè. Dit is een toespaasrijd. Dit is toespaasrijd, moest je compenseren. Je gaat dus extra goed je best doen. Daarom. Ja. Nou, voor Sony bij de jury. Die gaat natuurlijk heel goed in de gaten houden alles wat langskomt. En gaat al die wagens in die groepen jureren. Wat let je precies op in de optocht zo meteen? Carnavalesk. Ja, of het ook netjes gemaakt is. De muziek een beetje aangepast. Leefs carnavalsmuziek. Ik heb in de lease gelezen. Je zit met een man of 11, zeg het, hè? Jawel. Dat is een ganz grote taak dan. Ja. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes ermee. Ja, dankjewel. Ja? Okay. Leef Lu, als ze aan Schummert aan carnaval denkt, dan denkt ze aan einde persoon, Paul Derks. Och, Paul gaat het jou wel met op de carnaval. Hij moest eens kijken. Dat G, de oud Bina, oud Fors G, dat wordt overal binnen een hoed gebeurd. Hè, Paul? Ja. Huh? Ja. Eerst gaan we zeren. Ja, ik word altijd weer aan jou. Oké, top. Amuseer ze maar, hè. Ja. Hey. De dagelijk stond die mich wonderbaar. Met mijn meulen steekt nog immer bovenaan. Goed, dames en heren, jongens en meisjes. Ik zeg het dus dus al. Verzin aanwezig bij de optocht in Schummert. De optocht 2015. We gaan zo meteen starten. Het weer is fantastisch, we in het beter kunnen treffen. En we zijn eigenlijk het wachten op de eerste deelnemers. Ik wens je als kijker heel veel plezier. En ik zou zeggen, toi 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 voor alle deelnemers. Nou, verzin ze de Jamaica groep hier uit Schummert. Verzin ze al eens vaker tegengekomen in andere kerkdorpjes. Zolder gevuld, een Voorsje. Ik heb even met de groep gesproken. Het is een groep die aanvankelijk in diverse kerkdorpen met geit. Ze boeren natuurlijk niet in de wagen voor een optocht. Maar ja, een Schummert in een toesdorp, dat is toch wel eigenlijk het zwans wat ze zo kunnen wegmaken.
Bob Marley, daar kunt ze met toes komen. Maar ja, daar kunt ze zeker met toes komen. Succes verzekerd. Alcohol, drank en een beetje drugs. Maar ja, het is jeugd, dat gaat dan zo door, ik weet het niet. Ik ga eens even polsen of een van de mannen of dames die met me gaan praten. Jongens, Anne, is het een leuke optocht? Leuk! Een optocht, ja. Zit je nog niet meug? Diep in de verte zien ik al de Western groep aankomen. Oud Western treinstation. Ik ben eens benieuwd wat die dit jaar weer hebben gemaakt, wat die zo bedacht hebben. Ze zijn weer prachtig in dansen, de dames en de jongens. Ook deze groep heb ik al in diverse optochten zien metlopen. Ook prachtig om te zien wie ieder jaar de jeugdse veel bijeenpakt. Ook hier in Schummert, om er weer een zwans van te maken en ieder jaar een creatie te bedenken. Ja, God weet wat ze allemaal bedenken, maar het is toch magnifiek om te zien wie ze er toch weer in met gooien. Nog wat kieken, wat deze groep is zo meteen te vertellen. Statie van het Wilde Zuiden, oftewel statie van het Wilde Zuiden, wie hier opsteed. Stapgezellig in ons, want met de NS heeft het gar geen zin. Nou, er zit wel een beetje in natuurlijk. De NS heeft ze nu en dan geen vertragingen, maar goed, ontkomt van die naam. Zo, jonge dame, hebben ze even interesse om te praten met me voor de camera? Ja. Wie is dit nog niet meug? Niet meug. Je gaat diverse optochten af, heb ik gezien, hè? Ja. De hoeveelste is dit? Dit is de vierde. De? Vierde. Vierde, oké. Nou, veel spas. Ziet er goed uit. En een prachtige groep, de ziekenhoes van Schummert Oetbeeld. Onder de naam ingeschreven door Dino Verhagen. Gewoon voor ons hier, ja, verkeerde zielen te opereren, een pijnloop te verbinden, zeer niet. Dat is allemaal totaal geen probleem. Alleen, ik vroeg me af of we heel veel vertrouwen moeten hebben in de chirurgen en de doktoren die hier achter deze wagen lopen. Want ja, ze hebben allemaal een flashbier in de hand en ja, dat weet ze genoeg natuurlijk, hè. Onder de tekst ook vier dokters schoenloos, want operatie carnaval is begos. Loopt deze groep hier met. De chirurgen stonden hier al prachtig achter het scherm met een lekker flesje bier in de hand. Theo, loop eens met jongen nog over eens even kijken wat er gaat gebeuren hier. Mannen, hoe gaat die? Wat? Hoe die gaat? Wie geit het? Ja, goed daar. Geit het goed? Nog gaan opereren binnen? Ja, ja. Wat voor operaties? We doen onder andere open hart transplantaties. Wat doen we nog meer? Ja, eigenlijk ongeveer alles. Gans en ik mag. Ja, nou, hallo gewoon jongens, amuseer eens. Ik zie hier veel mij en ja, een paar prachtige zusters. Och, die zusters zitten flink in de fles enig. Dames, kom eens erbij. Wie heet stik zuster? Céline! Ja. Zo, zuster Céline. Ja, wat ik wil vragen, wat is het allemaal voor operaties? Alles wat mij kent. Die gaan over naar de Los Banditos. En de Los Banditos, die hebben een prachtige wagen gemaakt, waarin een vleegmachine opsteekt met een login geeft. CV Los Banditos. Natuurlijk weer voorzien van een kanje van een aggregaat en een DJ die zich hier big smilend in de wagen steekt en lekker muziek in draaien is. Als piloot vliegen weer de ganse wereld rond. Wel met de vaste avond blijven weer op Limburgs vaste grond. Nou, dat kan ze wel zeggen, ze zijn allemaal niet meer zo gans. Maar goed, af. Jongens, gaat het goed?
Gij het goed? Olé. Gij het goed? Jazeker, absoluut leuk op. Ja, ja, toppie, ja. Mooi. Goed weer. Fijne groep even. Hey, veel plezier. Onder de noemer van Ridder Chalon Castiel, ingeschreven door Loek Eurlings, komen hier de ridders van Schummert. We zien in het prachtige Castiel, waarin een ridder zich heeft begeven zo meteen, ook weer een boontje van jeugd die zich hier bijeengepakt heeft. Veel bekende gezichten, veel Schummertse gezichten die zich hier bijeengepakt hebben om deze carnaval gestalte te geven hier bij de Taarbreuk. Prachtig. Met de tekst weer fieste door deze dag, door euch de ridder geslaag. Jeugd volop, niks over te klagen hier in de dorp. Het peert op de wagen. We gaan eens kijken of het einde überhaupt aanspreekbaar is. Kameraad, lekker een beetje. Zeker, heerlijk. Nog eens in? Ja, zeker. Een hele fijne optocht. Toppie, toppie. Ja. Ayan, lekker, is goed. Ja, voor een zonder schoen, dames en heren. Het begint te gaten, hè? Ja, morgen wel. We hebben maar één keer per jaar carnaval, hè? Wie zegt ze? We hebben maar één keer per jaar carnaval. Nou ja, dan moest de gaas geven, hè? Precies, dank. Hé, hey, amuseer dich. Oh, hey. Nou, we gaan weer kijken naar de volgende groep in de prachtige wagen. CV de Dolteren, hier komen ze aan, uiteraard in een derentuin, niet te missen. Ingeschreven onder de naam Etienne Maat, Zinveri. Een ganse setting vol met dieren, allemaal tops. Of weer een poontje jeugd uiteraard, die zich hier begeven heeft. Onder de naam Schummertse Zoo. Veer en dieren, kom met carnaval, helemaal los. Dus even geen dierentuin voor ons. Onder deze noemer is deze jeugd aan de poort. Prachtig om te zien wie dit allemaal verlukt. Prachtig om te zien wie ook deze groep zich weer samengespannen heeft om er een hele mooie wagen van te maken. Dames en heren van de dierentuin, leuk om te zien. Joehoe! Heb je al de zin? Ja. Heb je de koud? Nee. Nee? Zeker weten? Ja. Oké, leuk, amuseer u. Jongens, gewoon springen. Hé, hey, gewoon dieren springen, hè. Dieren springen, hè. Ja. Oh, ze gaas geven, hè. Leuk op, toch? Ja, leuk. Oké, okay. Nou, chic, amuseerlijk. Hè? Vol van groen, ik moet even in de camera kijken. In vol van groen, zin voor u weer de volgende groep voorbij komen. Niet rood, niet geel, maar groen. Logisch, veel niet te missen dat dat groen is natuurlijk. Hè? Ja. Vol van groen zal ook het wievel te maken hebben met, ja, met milieu. Met het Schummertse groen. Ik zie hier een man, die ziet het hedgepas. Die heeft pas, het zien gaan. Ja. Die heeft pas, hè. Ja, is het leuk opkocht? Een hele leuke opkocht, ja. En hoe is het op de hè? We moeten nog een paar uren leren. Wie zegt ze? We moeten nog een paar uren leren. Ja, maar nog een paar uurtjes aan hem, hè. Ja. Aan de gang, hè. Amuseer. Veerhokken, wel nog aan bieden. Ja, bie wat? Jongens, ik snap het niet. Ik snap er niks van. Veerhokken aan bieden wat? Veerhokken aan. Dan lees je het. Carnaval. Oh, bij de carnaval is zo niet op mijn blaadje. Ja, hey, top. En weet je het allemaal gehoord wat je gemaakt hebt? Ja, dat allemaal zelf werken, jong. Allemaal een beetje zelf door. Een beetje voor het zelf leiden. Ah, ja, dat dacht ik ook wel. Ik vind het top.
Heb ze ook zo gehad onderbroek aan? Ja, maar dat is een geheim. Dat dacht ik al, ja. Even met de dames vroegen. Ik vroeg al zus, heb je ook zo gehad onderbroek aan? Ja. Ik heb weer open gehoopt. Dat dacht ik al, ja. Hey, amuseer dich, chic. Hier komen ze dan, de Smarties van Schummert. En wat zijn het toch een Smarties, dames en heren. Kijk eens hier wat een van kleuren. En dames, heb je een leuke optocht? Ja. En je zit flink aan Smarties op de tellen, hè? Ja. Eindig, ja. Hey, chic, kom maar gewoon. Succes. Je kunt de fanfare uiteraard niet te missen. Niet in kledij, ik mocht ze niet te vervolgen, hebben ze me gezegd. Want ze willen vooral doorspelen. Dat begreep ik ook wel. Toppie, toppie. Dat is wat een dorp aan de poort wil. Een fanfare, een chatterie, een levendige carnavalsvereniging, enzovoort, enzovoort. Voilà. Hier komen de dames, de kakmedamme. Is toch geen echte kak, hè? Wat in de koude kak? Ja. Oh, dat is het, ja. In de koude kak. Hé, hey, maar dit is wel een flinke hoop, hè? Ja, heel veel. Zijn van de pap? Nee, van opa. Woe! Amuseerdig. Pluimpje voor het zittingcomité. Ja. Wat is dit dan nu, hè? De Kumper, de mannen. Dat moest hem eens goed leggen. Dat pluimpje voor het zittingcomité. Dat moest hem goed leggen. Wat een geluk dat ik op die donderdagzitting ben uitgenodigd. Daar waren er, dat zag zomaar de batterijen van Jeannette. Einde oefening. Daar hebben ze boete dat, toch een leuke carnaval. Elke buurt boven volgend jaar, die snapt het niet. Nou. Carnaval is een gekke scherts te maken, hè. L11 zit door, dat moesten bij die jongens zijn. Alaaf. Met deze prins zit er veel gebakken. Nummer 9. Daar komen de jongens. Ik zie een paar zeer bekende gezichten. Mannen die ook met jongen hebben aan de zittingen. Aan het eetjesconcours hier in Schummert. Nu die eigenlijk niet gemist kunnen worden in het Schummerts vaste overleven. Hey Pascal, hey Jan, we zaken hem gooien. Je hebt de gaar, gek. Liefste. Je hebt de gaar, je zou winnen. Nee, dank je. Succes. Zo, daar heeft ze gaar zijn ze, maar kun ik zitten, ik moet het moeilijk niet, hè. Ik zie dat de familie Eurlings aankomen. Hey, hey Jan, hou nog van de partij. Hey, geweldig hier, hè. Ja, stop, hè. Zo'n weer. Lekker een frikandellen metgenomen. Dus het kind niet meer kapot vandaag. Heerlijk. Nou, laat er eens smaken. Ik word heerlijk hier, ja. Amazevoe. Nou, een item wat vroeg Kinnebi omroep groot nut uit de outdoors. Hier zijn van gewoon stoon uit de outdoors. Kent natuurlijk ook. Lappen hier in de groep met uit de outdoors. Ingeschreven door een zekere H-kikken. Zet mij persoonlijk niks. Maar we hebben wel een heel leuk item uit de outdoors. Ik ga deze niet eens vragen wat dat precies bedoeld wordt. Mannen, uit de oude doos. Vertel eens, wat is dat dan? Een dikke en de dunne, hè? Wie zegt ze? Een dikke en de dunne. Een dik en de dunne. Ah. Is dit niet uit de oude doos? Is uit de oude doos, ja. Ik kijk ze nog regelmatig. Goed zo. Amuseerig. Voilà. Hier komen de mannen, die hebben een slogan. Ja, dat maakt wel enige sens. Ja, dat is wat te begrijpen. Maak spas en plezier met drink met maten. Ik denk dat ze bedoelen, maak spas en plezier met drink met die maten. Ja, met maten drinken is natuurlijk altijd leuk, hè. Alaaf, jongens. En hier komt mijn vriend. Daar heb ik zus al eens geïnterviewd aan het begin. Eind aan lang vorstperiode. Hier doelt er natuurlijk met vorst G, hè. Vorst G gaat aanvreden. Alaaf! Ah Jan, wie is het? Goed. Het toppie, hè? Toppie. Top op toch? Ja. Top nu. Hè? Top nu. Als geweldig. De doel is op G, hè? Ja, op G.
Op gele gaan aftrainen. Ja. Succes. Dank u wel. Rare vogel. Rare vogel. Hier komen de rare vogel. De twee dames van de rare vogel. Kom en zie je. Waar is de raarste van de twee? Dat is een geleden vergoed. Ja, dat ken je het, hè. Hey, Swan Backstepke. Mooi. Dank je. Genijt door de man, merk je nu even snel. Succes. Nummer 18 uit de optocht hier in Schummert, de G-parade. Ook daar sluit natuurlijk weer op het feit dat Vorski gaat aftreden door 11 jaar voorschap van de Tabruk. En we letten vooral op die foto wat je nu gaat zien. Zelfs dat eentje leven, maar Vorski is toch geweest. Heb je vertrouwen gewerkt. Van Vorsparade naar het eerste Schummerse G-parade. Nou, dan weet je tenminste volgend jaar wat die gaat gebeuren. Hey, Anne. Is het leuk? Ja! Oh, Vos, geen gaat aftreden, hè? Met zin of niet? Nee. Oké, okay. Succes! Dank je! Kijk je broer, geen wel dit! Met zo'n smile, hè? Ja, ja, ja. Hey jongens, is het leuk? Goeie optocht! Wat is? Leuke optocht! Geweldige optocht, toch? Gewoon meer! Wat wil er nog meer, hè? Maar ik begreep dus dat ik eigenlijk dat volgende jaar hier in de G-parade kom. Hier kunnen we de G-parade volgend jaar, ja zeker, dat komt. Sexen. Kom toch maar van de hoed. Oh, hier in de zomer of wat nu was er genomen? Ja, in de zomer nog, dat is de beste daar. Hey, veel plezier. Jo. Dan zijn we weer aangekomen in de volgende groep. De Playmates, zo moet ik op voorlezen. Van Prins Patrick. Hoe dat belooft, en al gaat de Playmates. Dames, de Playmates van Prins Patrick. Leg goed. Ik vind het allemaal pas. We gaan nu altijd een voet van alles een beetje fris krijgen. We maken het dan. Maar wat is al, hè? Zeg, is dit een beetje een proper prins? Heel proper. Heel proper. Hij heeft gewoon niks gedacht, maar... Ja, niks te baanswerken. Niks te baanswerken. Dames, dan potsen zou ik zeggen. Ja, kom maar, maar niet zo goed, lekker. Ja, achter de warren, hè. Dooshoofd, daar komen de jongens van Dooshoofd. Nummer 63 hier in zijn optocht. Dooshoofd. Ingeschreven onder de naam Maurice Bonema. Carnaval de login, nummer 34 doet deze optocht. Ook hier wel leuk om te zien, de klinkingen lopen lekker met. Trots man van de jeugdprinses, zie het aan. En moet nog niet weer dat hij in Schwan Dorp die in Schwan een jeugdprinses komen. Alle die langs de zijn we in het begin. En het ging nog gebeuren. Ja, gebeuren. Ik kom met de nieuwe prins, met de nieuwe vorst, met Pascal hebben we een afspraak. En we gaan een foto eigenlijk dat die jeugdprins willen. Nou, dat is nu het moment, hè. Ja, nu is het moment, want ja, geen gaat weg en de Pascal gaat verhuren, hè. Daarom, ik neem meteen van de kans pakken hè, en met Pascal op vergadering, hè. Succes! Jo, hallo! We steunen het nieuwe gemeenschapshuis. Onder nummer 38 in deze optocht. Let dus de groep met. Daar komen ze. Enigszins. Gezellig, een beetje vermeugzinnig. Ook weer een volle trots van jeugd. Let hier met. Leuk om te zien. Prachtig. Alaaf, gezegend water. Is dat gezegend water van pastoor zelf? Ja, nou, het is uit de bos in Schummer. Bronwater. Okay. Maar vanmorgen ben ik nog naar de bron geweest. Hebben we daar een healing gehouden. Onder welke naam opereert ze? Jomanda. Jomanda zelf. Ja, deze. Ja, dit is geveld. Kunt ze me gewoon een beetje inzekeren, heet dat? Of wilt ze? Die worden net gemeenschapszoen. Ben ik toch, is goed. Succes. Ja. Jo, dank u. Als deze wagen voorbij komt, vergeet dan vooral niet naar binnen te kijken. Niet in deze witte wagen wat gereden ziet, maar het eentje wat achterop liet. Dan zal de tekst, ik vanzelf duidelijk worden, de tekst, de uitbeelding wat ze hier rondbrengen, zal ik dan vanzelf duidelijk worden. Verdrinken niet in ons eentje. Met Mark vooraan aan het stuur, de nevenzinnig Prins Patrick. Geen zit achterin. Prachtig jongens, prachtig gemaakt.
Ik ben geflasht. Beste geflasht, kameraden. Beste geflasht. Geen flesje in een optocht, hè. Maar wat drink je in ons eentje? Wat drink je in ons eentje? Nee. Toffe dag, maar ik zie wel een flesje tegen de hand. Voel dat dan? Ja, door, door. Je bent gewoon gek, nee. Dat is plastic, joh. Ja. Wat is die vaste lovensbal? Top helemaal. Heb je goed gezien, joh. Ja. Wat ga je dat muren? Ja, inderdaad, joh. Ja, en ik heb nog een bal gebieden. Zo, zingen we de richtige bal, hè. Hij gaat van een pokkel weg. En een bouw tot draad, joh. Ja. Hey, amuseerdig, hè. Leuk, leuk. We zijn toch aangekomen bij nummer 33. Te gek om los te lopen deze dag. Maar ja, als alles een beetje zuur is, dan is het al gewoon te gek om los te lopen. Wie prachtig deze optocht is. Wie met jou van ambiance dit vooral hier in Sjummert aan elkaar gebrouwen weer. Ook hier zie ik weer een heleboel bekende dorpsfiguren uit Sjummert die ook metgenomen hebben aan de zittingen hier in Sjummert. Het zijn toch altijd een vaste ploeg die zich inspant om deze carnaval, om van deze carnaval een prachtig succes te maken. Als je een groot kijkt, zoiets gezellig, de dame die we gebracht hebben aan de paaldansact. Ja, ze gaat vanmiddag dan weer op natuurlijk. Hè. Nou, daar komen ze. Te gek om los te lopen. Zit je eigenlijk van de afdeling? Zit je eigenlijk van de afdeling, Lasso? Ja, ik ben van de afdeling. Ik vang jullie wat net zo gek zijn wie weer, dat ze niet los kunnen lopen. Je zit gewoon met teukens in, hè? Ja. Dat mag ik al. Ik zei het zojuist al, en ik ga er toch even op af. Misschien kan ik het weer vervolgen. Dus de dame, dit is hier de dame. Die is nu zitten toch? Van de pole act, hè? Ja, dat klopt. De zitting, hè? Hebben ze nog geen blootplekken opgelopen? Ja, zeker wel. Maar dan moesten ze er voor hebben, toch? Moesten ze er voor hebben. Ja. Nou, ik heb heel veel leuke reacties gewerkt op. Oh, fantastisch. Ja, gelukkig. Dankjewel. Succes. Jo. Hoi. Je kunt me toch, die jong? Anne, leuk op toch? Ja, zeker. Ja, dat is leuk. Ja, dat is leuk. Ja, ja. Hé, hey, de Hinkse vast niet voor u of niet? Hang aan, niet voor die vast, joh. Het ziet ze toch, hè. Succes. Jo. Onder de noemer verhangen de full wash deze dag boeten. Kunt hier de volgende groep. Heel leuk, ook weer de jeugd metgenomen. Die moeten het toch genomen voor de toekomst. Ik ga eens even praten met de vader van de kringen met me gaan. Alaaf, kom eens heel even stoel op, dus snel. Verhangen de... Wat is de tekst? Verhangen de full wash niet boeten. Verhangen de full wash boeten, maar eigenlijk de taalbroek inleveren. Of de full wash boeten hangen. Hey, de tafel inleveren, dat is dinsdag, dat is morgen weer, hè? Morgen, ja. Wat gaat er precies gebeuren? Dat laat ik me ook op verrassen. Maar als je een Sjoan broek hebt, dan heb je... Ja, die heb ik, ja. Oeh, ja, ja, ik zal kijken of ik kind, hè. Ik zal de vrouwens voor, brood. Ja. Hoi. Hey, succes. Hoi. Van de oude stempel. Dat was het gezicht zien, dan zie ik er geen neer meer jonk, hè. Nee, dat is een aardige tijd. En toch, dan gaan ze op met lopen. Ja, dan heb je een druk. Serieus? Moet je misschien eens lang het school te passeren? Ja, mag we straks doen. Goed, hoe laat? Half vijf, afgelopen uur. Half vijf, is goed, zeg maar. Ja, in de bever, hè? Oké. Okay. De toiletdames van het gemeentehuis. Och, hier gaan ze weer de wc potsen. Just met een andere groep. Dames, kom eens te bieden. Ja, ja. Ja, dat was super, vroeger super, maar nu waren er nog maar 3 lui. Zo? Ja, dat weet ik ook niet. De jeugd wil ik anders. Maar veel zijn vingen dat heel aardig. En veel zijn werkeloos. Ja, oké, werkeloos. Er komt er een nieuwe gemeenschap toe. Ja, maar de jongeren moeten wel komen en dat weten we niet zeker. Dus dat maakt ons echt zorgen. Ja, voor de gemeenschap. Ik loes er, ik ben van nut, ik ken niet eens de richting. Is van nut? Ik ben best gedaan. Maar voor integreren. Dus we maken die promotie als poetsdiva's. Want het wordt in een grote vlam, dus hebben we goed gesloten. Oh, ja goed. De volgende keer zingen mag ik dat niet. Goed. Dames, gewoon lekker bier. Volgende computer. Succes. Hoi hoi. We willen het gemeenschap toe. Doe niet kind, dat doe niet joh. Ja. Zeg vriend, vroeger wordt het beter. Dat moest ik vertellen, dat snap je dit kans goed. Nee, hij heeft niks met Zwarte Pieter te maken. Hebben we niks met die jas, gijzelingen. Loes. Toen luisterde die vrouw nog, onze stekken, hè? Toen luisterde die vrouw nog, hè? Ja, zeker. Wat dacht ik dan?
laat zich wel lekker metslepen, hè? Ja, ja, zeker. Ja, ja. Hey, succes. Hier komen ze. Ja, ongetwijfeld moet dit de chatterie zijn. Verzin op de helft. Ze stonden allemaal te popelen, ze wachten, ze willen geen beeld, ongetwijfeld. Nou ja, prachtig jongens, kom er maar aan zou ik zeggen. Och, deze dames en heren zal ik maar gewoon laten spelen, want ja, daar zijn ze geworden natuurlijk. Hè. Dan is Verzin op de helft. Ja, ja. Volgens mij is het hier weer aan het einde, hè? Ja, maar we moeten even drogen in die huis. Ja, als u met de carnaval zit op een helft. Ja, ja, dat snap ik wel. Oké, dan begreep ik hem. Succes! Hoppa, en daar komen ze dan. De vervaar van Schummert, wat Prins Patrick de Eerste ook onderdeel van de hoed maakt. Vandaar dat ze hier in de volle getalen zijn met het schoon. De volgende wagen, nou ongetwijfeld vuil aan vertummerd, vuil aan verschoesterd. Och hier Prins Patrick weer met zijn fanfare. Nee, dit is zijn fanfare, zijn chatterie patch op. Prachtig gemaakt jongens. Ik neem aan dit een vrun zin van de prins in een houten kerkjes. Heel leuk. Hey, Anne. Geen hoofd is wel te doen, hè? Alles. Wel te doen. Hey, top jongens, chic. Anne, druk op toch? Wat? Ja, joh, dat is goed. Dames en heren. Ja, zeker. Nou, chic. Achter mij komen ze al onder de noemer Hazel Drug de Prins op Heng. Ingeschreven onder de naam Gilbert Prevot. Kom hier. Ja, wat zijn het eigenlijk? Prinsjes, prinsesjes, lakeien meer. Prachtig. En daarachterin zie ik al Jelwie de prins komen. Hazel Drug de Prins op Heng. En hier zitten onze ruiters al vooraan in de koets. Een paar in de koets. Prachtig. Zeg, een prachtige wagen. Ja, prachtig. Voor de prins. Ja, chic hè. Wat zit je van de prins? De buurt van de prins. De buurt van de prins. Nu gaat het gebeuren, nu jongens, nu gaat het gebeuren. De rode loper gaat uit en wij zitten in de rode loper. Nu gaat het gebeuren. Geke, moet ik even de bieten gaan? Och, wat een auguter hier. Chic hè? Nou. Ik zeg het tegen, dit is allemaal gaat hè. Magnifiek, ja, dit is een beleving. Volgens mij best een uur van wie betrokken ik. Ja, ik ben wel een uur van wie betrokken. Ik vind het ook een geweldige optocht. Ja, dat dacht ik al. In enig echt kumpse vuur hier nog. Ja, ik heb het al gezien. Dat is al in een roos pakje, dus het is geweldig. Het is geweldig. Ik denk dat ze geen zwarte afschieters hebben dan dit. Hè. Absoluut, vind je wel. Maar ik blijf wel een keer niet aan vuur zitten. Dus ik ben er even in de club. Goed, ik ga er goed stappen. Oh, prachtig. Helle. Kapelle helle. Joehoe! En uiteraard als laatste wagen hier in deze stoet. Is de prinsenwagen met de taarbreuk. Met Prins Patrick de Eerste. En de Schmidt er gretig op los. Want ja, alle kingen willen natuurlijk flink het slok rapen. We willen flink goed bedeeld muren. Leuk om te zien wie de opdracht hier in Schumbert leeft. Wie iedereen daar zeer actief mee bezig is. Wie iedereen zich aan de profielt. Fantastisch. Fantastisch om te zien.
Prins Patrick, hallo! We zijn er, ik kan hem helaas niet spreken. Alhoewel, misschien kom ik op de wagen, ik ga eens kijken. Kom eens even naar Patrick toe. Patrick jong, even snel, snel, kortbiedig. Wie is het? Ja, zonnig hè. Geweldig, wie ze zeggen. Geweldig, ja. Prachtig, dus even die boven de hoed hè. Ja, ja. Het is eigenlijk maar één keer hè. Het is maar één keer in mijn leven, geniet ervan, ik ga snel weg. Ja, natuurlijk prachtig om eens even op de Zille Prinsenwagen te gaan kijken, wie het daar bovenop hoe het ziet. Dat is natuurlijk het voorrecht als ze de boel mocht presenteren hier. Om eens even te kijken wie het dan in zijn werk heeft. Chic. Dames en heren, we zijn aan het einde gekomen van deze prachtige optocht hier in Schummert. Het wordt een ganse belevenis om hier vandaag aanwezig te mogen zijn. Jelf het publiek, L11 was zelfs hier. Onze collega's hebben nog wat beelden gemaakt. Waarvoor die morgen gewoon kijken, dat mocht Joost weten, maar in ieder geval te zien gemaakt. Ik wil u bedanken voor het kijken. Het wordt een eer om hier aanwezig te zijn bij de Taarbrug in Schummert. Ik wens u het allerbeste en tot ziens. Ich hab ein Mönnecke, das reicht nicht für den Kopf. Hat nicht ich im Munden und den Gin in Stoff. Doch hört mich von die Wicke ja in Lass. Erlaube mich von wenn es uns der Rätsch ist fast. Drei Tag bei Jörg geht es doch volle Kar. Ein Mönnecke, das hätt ich im Sinn war. Denkst du, ich hab mal alles in den Gas. Mit was für Lauben gibt's am Mühle gut vom Pass. Ich habe ne junge Lebenstag, von den Mühlen ne flinke helle Schlag. Du flog in mein Köpke alle Schuhe los, den Erlen de flaue Kölle zu begoss. Von Nacht und Tag bin ich ein bisschen hart.